Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys en girls, welkom bij alweer een nieuwe video. En ja, deze video gaat eigenlijk niks heel zinnig zijn. Jullie zien dat mijn greenscreen achter mij even weg is. Ik heb het even naar beneden gehaald, gewoon omdat ik eventjes, ja, zonder greenscreen wou werken. En ja, dat heb ik zelf ook wel gewild. Dus ja, nu zit ik dus zonder greenscreen even te nemen. Is ook beter van setting, die achter mij nog altijd mijn mooie blauwe muur. En ja, het is nu dus 19:30 s'avonds. En ja, ik wil graag met jullie iets overlopen. Het is dus 10:02. En ik wil graag met jullie iets overlopen. Voordat ik u berouwd op skivakantie vertrek. Ik vertrek dus op skivakantie binnenkort. En er komen heel veel vlogs aan. Ja, er komt een vlog aan van de skivakantie. En wij vertrekken op zaterdag. Ik ga zien wanneer dat we überhaupt vertrekken. Ik denk binnen 16 dagen dat ik eigenlijk ga vertrekken. En binnen 16 dagen vertrek ik dus. Ik vertrek vrijdag samen met oma. Om zaterdagmorgens word ik heel vroeg op Sam. Het is 12 uur rijden naar het vakantiedingen dat we zitten. Het is in Alpe d'Huez, dus er gaan heel veel gefilmd worden in Alpe d'Huez. Zeker. Ik ga zorgen dat ik misschien op de Pic Blanc, de hoogste berg in dat gebied, dat ik daar wat shots kan maken. En ja, het wordt echt wel een leuke trip. Oké, ik wou deze video daarvoor eventjes maken. Ik ga nu gewoon even praatvideo's maken en dan na de schevenloop komen de FIFA-video's terug. Ik denk zelfs niet dat ik überhaupt één FIFA-video... Ah ja, ik heb nog een FIFA-video klaarstaan natuurlijk. Maar ik ga die gewoon houden voor na de schevenloop. Dat ik nu eventjes gewoon video's maak. Dat ik snel erdoor kan editen. En ja, sorry dat jullie dan minder FIFA-gerelateerde content zien. Maar meer door mij zien praten in een microfoon. Oké. Kijken naar een camera. Gewoon voor de komende paar video's. Ja, het was echt wel... Ik zou het persoonlijk anders gezien hebben. Maar aangezien dat ik gewoon... eventjes geen FIFA content meer wil maken. Aangezien ik dan met dat probleem zit van skiën. En zit ik nu met dit probleem dat ik gewoon even zo'n video's ga maken. Zo'n video's ga knallen. Video's dat makkelijker editen zijn. En makkelijker... Ja, makkelijker gewoon kan mee praten. En ja, dus... Er komt de komende tijd minder content aan van FIFA de komende weken. Ik denk tot midden maart gaat het wel zeker door zijn dat er alleen maar zo'n praatcontent komt en geen FIFA-gerelateerde content. Dus sorry daarvoor. Maar het is ook een ding voor mij. Ik wil graag zoveel mogelijk video's af hebben tijdens de vakantie. Want eigenlijk al 3 video's hebben voor tijdens de vakantie. Ja, willen jullie guys... Nee, eigenlijk zou ik er 4 moeten hebben. 4 video's zeker voor vakantie. Want dat weekend daarna nog moet editen. Nee, Luke, ik wil graag maandag of dinsdag daarna kunnen editen. Dat ik vrijdag zeker de vlog van de skireis online kan zetten. Dus de komende weken, de komende maand zal ik maar zeggen, gaat alleen maar zo'n gerelateerde content zijn. Het gaat ook misschien minder kwaliteitsvolle content zijn. Waarom? Omdat ik überhaupt zelf eventjes de tijd wil nemen voor zo'n video's te maken voor jullie. En minder dus FIFA content opnemen. Allee, ik ga wel opnemen. Maar het gaat misschien dan een langere content worden. Een langere video in 1 keer. En dan gaat het dus minder FIFA content. Maar dan wel meer content op het andere content. Dus ik ga niet alleen mijn kanaal nu... Ik heb dat in 2021 zo gedaan. Mijn kanaal... Allee, toch in de maanden van augustus tot december. En tot januari eigenlijk heb ik altijd mijn content gericht op FIFA. Dit ga ik nu dit jaar weer anders doen. Ik wil niet alleen een kanaal gericht op gaming. Ik wil ook een kanaal dat eigenlijk andere content ook aanbiedt. Snappen jullie? Minder FIFA content. Ook andere content. Het kan zijn van andere games tot eigenlijk gewoon praatvideo's. Ik kan vragen hoe dat echt met jullie gaat. Hoe dat jullie het zien dat ik eigenlijk mijn content wil maken. Ik wil graag voor jullie FIFA content blijven knallen. Maar als ik zo op skiverlof ga, of als ik zo op andere verlof ga, dan lukt dat allemaal niet meer. Dan moet ik eigenlijk gewone content zien te knallen. Het gaat ook wel... misschien langer duren voordat er ooit nog een FIFA-video online komt. Oké, het is nu deze... De dag van opname is Future Stars in PAX. Maar dat, voor mij is dat niks. Allee, snap jullie? Ik wil gewoon nu goede content, goede praatcontent. Voor echt te horen hoe dat met jullie gaat. Voor mij gaat het echt wel goed. Ik ben dus onlangs beginnen werken. Ik ben nu al ongeveer een maandje bezig met werken en... Ja, het gaat echt wel beter dan dat ik in het begin had verwacht. In het begin dat ik zeg zo van... Ja, het gaat echt niet goed gaan met mijn werk. En ja, het ging van... Eigenlijk van dag 1 ging het heel goed. Ik ben echt blij dat ik deze stukje terug kan doen. Dat ik dit avontuur eigenlijk ben aangegaan. En ja, ik vond het echt wel tof. Allee, ik vind het nog altijd tof. Dat ik dit avontuur ben aangegaan. Eigenlijk, het was... Voor mij is het tof om ook eens andere dingen te doen. Ik heb jarenlang, zoals jullie weten, heb ik jarenlang in de horeca gestaan. De horeca...
Oké, het is altijd iets dat me bijblijft. De horeca blijft me altijd bij. Maar nu zit ik eigenlijk in zo'n logistiek dienstencentrum, of logistiek, ja, logistiek dagcentrum, zal ik maar zeggen. Ja, en dat is echt wel tof om daar zo te gaan werken. Oké, ik word er niet voor betaald omdat ik een uitkering krijg van de overheid, maar deze shop is echt wel iets tof. Oké, ik leer de mensen door kennen. Ik heb echt zo het gevoel dat ik daar thuis hoor. Oké, soms kan het wel eens zijn, zoals vandaag op het werk had ik een zware kopijnaanval. En ja, dan voelde we wel van, ja, ik kan minder hard werken, maar toch ben ik hier blijven knallen. En wat ik op YouTube doe, ik knal ook. En dan heb ik altijd mijn bijgegeven. Knallen, 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 totdat je niet meer kunt. En dat is wat ik nu ook aan het doen met YouTube. In het vlak van YouTube ben ik ook aan het knallen. Zoals jullie zien in de afgelopen video's, ik ben er gewoon aan het knallen, aan het knallen, aan het knallen. Want de AirPods video, die daar jullie vorige video ongeveer was, of de video daarvoor, ik weet niet meer, die was ik ook serieus aan het knallen. Die heb ik ook nog de vorige week zaterdag opgenomen. En nu is het al donderdag, dus nu knal ik al een andere video. Ik edit soms 2 video's op 2 dagen, dat ik zo zeg van, ja, waar haal ik het? Waar haal ik het met mijn leven? En nu ook, nu ben ik ook aan het knallen. Morgen, op vrijdag, edit ik deze video al en ja, ik zorg dat die video klaar is. En dan kan ik weer een nieuwe knallen, en dan weer een nieuwe, en dan weer een nieuwe. En zo ben ik dus aan het knallen. Maar ja, dat was eigenlijk, ik doe het met veel plezier. Ik doe mijn YouTube met heel veel plezier. Waarom? Omdat ik het gevoel heb, YouTube is een stukje dat me bijblijft. YouTube is een stukje dat alleen ik doe. En ja, ik heb er een heel dingen voor. Waarom dan niet gebruik van maken voor alleen maar mijn YouTube te gaan knallen? En daarom ligt het mij bij dat ik eigenlijk gewoon aan het knallen ben. En niemand ziet dat ik eigenlijk aan het knallen ben. Alleen ik zie dat en vrienden van mij zien dat ik aan het knallen ben. Ik heb er ook een heel dingen voor. Allee, dus jullie zien, ik ben beter belicht aan. Het is nu, ja, het is mijn rolluik gedaan omlaag. Dus jullie zien de achtergrond misschien wel minder goed. Maar het is wat hier op de camera zit, dat telt. En niet wat er achter mij zit. Ik wil graag voor jullie echt kwalitatieve content maken in 2022. Dat zijn dus 2 video's per week dat kwalitatief heel goed zijn naar mijn kwaliteiten. Dus dat kwalitatief naar mijn kwaliteiten heel goed zijn. En dat kwalitatief eigenlijk wel echt tot de productiekwaliteit dat heel goed is. En ja, ik ben er dus mee bezig met mijn edits nog schoner te maken. En ja, dat soms lukt dat niet en soms lukt dat wel. Sommige edits lukken wat minder goed dan de andere. En ja, dat heeft iedere YouTuber wel eens. Dat zijn edits minder goed lukken. Oké, als ik van een edit niet content ben en ik zie dat in de video, dan zet ik die video ook niet online. Soms heb ik zo gezegd van, ah, dat stuk in de video ga ik toch niet doen. Dan had ik een heel stuk van de video opgenomen. Dat ik dan, ja, ik ga het toch niet doen en dan laat ik het eruit. En dat zien jullie dus niet op de video. Dus als ik van een video stuk niet content ben, knip ik het eruit of haal ik het er volledig weg. Als ik iets zeg dat ik eigenlijk niet wil in de video, dan haal ik het eruit. En sommige YouTubers zouden dat er gewoon in laten, omdat het dan een deel van de video is. Ik niet. Ik wil een video waar ik 100% achter sta. Dus achter deze video dat ik nu aan het opnemen, ben ik ook 100% achter. Waarom? Omdat ik eigenlijk heel mijn relaas kwijt kwam in misschien minder dan 12 minuten, misschien dan minder dan een uur. Misschien minder dan een kwartier dat ik mijn relaas kwijt kan. En dat is voor mij het doel. Mijn stem is laten horen op YouTube. En bij sommige mensen is dat minder goed. Sommige mensen die denken van, waarom laat hij zijn stem horen op YouTube? En waarom doet hij dat niet op iets anders? Waarom? En daarop ga ik serieus antwoorden. Waarom laat ik mijn stem horen op YouTube? Omdat ik eigenlijk ook een deel ben van YouTube. Ik ben ooit in YouTube bijgerold. In een tijd van Team SW nog. Dat was toen nog eigenlijk zo het YouTube moment dat mij altijd bijgebleven is. En nu het YouTube moment van dit jaar is al dat ik, ja, mijn content kan knallen. En ik heb leren editen. In het afgelopen jaar heb ik echt leren editen. Vroeger was het echt gewoon aan elkaar knippen en hop, daar ben je ermee. Maar nu is het echt editen tot en met. En dat wil ik jullie bijbrengen. Is er een video dat jullie zeggen van, ja, ik wil hier wel editen, maar het lukt niet. Hit me up. Ik edit hier voor jullie naar jullie smaak. En ja, dat is dus een beetje het moraal van het verhaal. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik weet, het was een beetje een lange video met mijn gepraat, maar zo weten jullie ook weer al waar ik mee bezig ben en welke doelen dat ik wil werken in 2022. En ja, ik weet, deze video komt misschien wel laat, maar het is beter laat dan nooit. En ja, bedankt voor het kijken naar deze video. Mijn naam is Dylan en ik zie jullie guys
in de volgende video maar weer. Joejoe!